kleren, denk ik toch wel. Dus ik moet ook wel eten. Ja, dat zie je. Ja, ja, nu valt het wel mee hoeveel kleren ik aan heb. Ja, maar... valt inderdaad wel mee. Yes, daar zijn we weer, jongens. Dit keer in Amersfoort om mensen te vragen... Hey, hoeveel knaker verdien je per maand? En wat is jouw grootste miskoop? Ik ben Max Bolhuis en dit is Ongeloofloos. Hoeveel geld verdien je per maand? Ja, verschilt 200 euro of zo. En waar gaan het meeste van dat geld naartoe? Kleding, eten, uitgaan. Uitgaan? Ja. Waar ga je heen? Gewoon hier in de stad naar kan. Hey Roos, Wouter. Hey, hoeveel knaker verdien je per maand? Hoeveel knaken verdient zij per maand? Dat weet ik echt niet, dat durf ik ook niet te zeggen. En hoeveel knaken verdien jij per maand? 300-400 denk ik zoiets. Genoeg. Waar gaat het meest van je geld naartoe? Schoenen, kleren, dat. Film hoor, dat zijn domme patas. Wat voor patas zijn dit? Balenciaga. Ja trek. Toch. Trek. Ja toch. Heb je trek? Kleren denk ik toch wel, dus ik moet ook wel eten. Ja, dat zie je. Ja, ja nu... Valt wel mee hoeveel kleren ik aan heb. Ja, maar... valt inderdaad wel mee. Ja, hoeveel euro verdien je per maand? 300 of zo. Waar gaat al het geld naartoe? Drank. Ja. Hoe oud ben je? 17. Boodschappen. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen. Wat doe je? Veel. Echt heel veel. Ik werk in kledingwinkel, keuken, auto's, alles. Maar dan valt 300 wel mee als je al die dingen doet, toch? Ja, maar ik werk niet heel veel. Ik doe ze gewoon heel veel. Ik doe heel veel dingen, maar... Ik douche heel veel. Nee, ik doe één keer per week doe ik gewoon... Oh ja, en eten, hè. Belangrijk. Wat is je lievelingseten? Ja, lekker bij de Surinamer eten. Lekker nasi. Lekker rijsttafeltje. Oh. Ja. Of lekker een sushi met je vriendin. Ook leuk. Heel veel McDonald's, denk ik. Heel veel. Elke dag? Bijna wel, ja. Ik heb een periode gehad dat ik echt elke dag ging. Hoe dan? Nou, ja. Gewoon elke dag gaan. Ja. Nee, hoe kom je niet aan, bedoel ik? Veel sporten. Heel sporten. Waar haalt hij de tijd vandaan? Ik weet het niet. Hij doet alles. Nou, wat heb ik daarmee? Deed hij maar alles. Hm? Wat is uw domste aankoop ooit geweest? Geen idee. Uw beste aankoop? Ik weet het niet meer. Ja. Ik heb een soort epilepsie, heb ik. Een keertje of 6-7 dagen donderen kom. Dat heb ik nog steeds. Dus elk moment gaan we aan de kant en kan gebeuren. Nee hoor, ik ben hier. Ja. Heb je ooit wel eens heel veel geld uitgegeven aan iets en dat je dacht, dit was echt niet slim? Aan mijn ex. Nou, dat zou ik me niet kunnen herinneren, eerlijk gezegd. Nee, nooit gedacht van, oh, nou, dit moet ik echt nu hebben. En heb je het gekocht en dacht je twee dagen later... Nee, ik ben niet zo van de nu hebben. U denkt overal goed over na? Nou, bijna. Nou, speaking of, hoi. Hallo. Willen jullie nog iemand exposen die nog een tikkie moet betalen? Renzo. Renzo moet nog een tikkie betalen van mij. Fok jou, Renzo. Betaal gewoon je tikkie. Ja, Renzo. Betaal hem. Floor, betaalt nooit haar tikkies. Dat is wel waar. Floor, betaal je tikkies. Ik expose degene die geen tikkie betaalt. Je bent skeru, man. Je bent skeer. Doe dat. Nog een keer. Dingen niet. Doe dat soort dingen niet. Want anders kom je in problemen. Geld lenen kost geld. Wie betaalt nooit zijn tikkies? Tom. Tom, jij. Ja, dat. Tom moet je tikkie betalen. Tom, je moet je tikkie betalen. En het is maar 1,70. En hij heeft zelfs dat niet eens. Dus ja. Waarom stuur je een tikkie voor 1,70? Omdat ik het ook niet heb. Hey, wat is jouw grootste miskoop geweest in het leven? Hi, ik ben JP van JPTV en ik sta hier vandaag met... Ignat Brunsveld. Met Carla Leemreizen. Uit de Achterhoek. Ja. Lekker. Mooi huis. We hebben een leuk huis, ja. Ja. Aangepast, hè. Aangepast zelfs. Ja, zeker. Ja. Ah, ja. Ik ben te lui om te lopen. Te veel aan het hardlopen, of niet? Nee, dat niet. Ik heb niet echt miskopen of zo. Twee brillen. Twee stuks. Maar gewoon als in glazen of... 700 euro. Maar 700 euro valt nog best mee, toch? Ja, maar ik vind een hoop geld. Ja. Maar niks aan. Zit u boven of onder modaal? Daar gaat je niks aan. Oké, okay. Prettige dag geweest. Ja, okay. Fijne rit alvast. Ja, dankjewel. Hoi, hè. Modaal, ik denk zo'n 2000 euro. Nou, ik zit er wel onder. Ja. Oké, nou fijne middag. Oké. Okay. Ja, boven. Gaat goed. Wat doet u voor arbeid? Ik werk in de vijf ploegen, papierindustrie. Booming business.
Ja, zeker weten. Maakt u zich wel zorgen over dat de papierindustrie op de downfall is? Helemaal niet. Echt niet. Is dat een hoax? Ja. En u? Ik ben arbeidsongeschikt. Sorry? Ik ben arbeidsongeschikt. Ah ja, oké. Okay. Dus gewoon lekker thuis. Hoe spendeert u de dag? Met handwerken. Ja. Zoals wat? En breien. Breien. U kan ook niet lezen. Hoe lang studeer je al? 6 jaar. Oké, okay, bijna klaar? Nee, nog 3 jaar. Ome Duo? Daar krijg ik nog iets van 500 euro van per maand. Leen je meer dan wat? Nee, dat is mijn lening, zeg maar. Weet jij op hoeveel die lening staat nu? 50.000 euro. Ja. Heb je veel volgens? Ja, valt mee. 400.000 ongeveer. Zo, dat is veel toch? Ja, we mogen niet klagen. Mooi toch? Ja. Hey, laatste vraag. Heeft u ooit geld geleend? Nee, voor mij niet. Nee, ik heb niet zo'n geldprobleem eigenlijk. Nee. Zit vooral hier. Ja, denk ik wel, ja. Okay, hoe zijn jullie op elkaars pad terechtgekomen? Ik woonde 2 huizen verder op een gegeven moment als haar zus. En toen eerst met de zus? Nee. Geldzaak. Ja, hoeveel miljoen heeft u op de rekening staan? Ik ben nu net aan mijn 2e miljoen begonnen. Goed. Want het eerste is mislukt. Uw grootste miskoop? Hoe groot? Dat was mijn vrouw. Dat kost 15 jaar lang, kost het 70.000 euro per jaar. Dus reken dat maar uit. Joho, goed gewoon. Joho. Goed gewoon. Joho, goed gewoon. Goed gewoon en weer komen. Joho, goed gewoon. Welke materialistische aankoop? Ik heb een keer een miskoop gedaan met een auto. Ja. Ja. En dat was van zuur. Wat voor wagen? Suzuki Vitara Grand Wagon. Alleen de vierwielaandrijving bleek het niet te doen. Was dat een midlife crisis auto? Nee, ho. Hey, 30 jaar geleden, pas op, vriend. My motorbike. How much was it? 4000, not so much. Oh. Dus is pocket change. Ja, eh? Pocket change. Pocket change, exactly, for me, yes. Yes. Hey, fijne dag, meneer. Ja, kijk, weet je wat het is? Als je 4000 euro op straat ziet liggen, raap je het ook niet op, toch? Schoor, man, je weet niet waar het geweest is. Heeft u ooit nagedacht over e-commerce? Wie? E-commerce. E-commerce. Wil jij, net als ik, 10.000 euro aan passief inkomen per maand genereren? Volg dan nu mijn online cursus. Oh, cryptomunten. Ja, nee. Iets wat erop lijkt. Wil jij dus, net als ik, 10.000 euro aan passief inkomen per maand genereren? Hier, vanuit Amersfoort, is het enige dat je nodig hebt, 1 paperclip. En hoe dat kan, ga ik je laten zien in mijn online cursus. Volg nu op www. Tuurlijk is het niet waar, want dat is allemaal een grote scam. En als je echt rijk wil worden, moet je gewoon hard werken. .nl. Ha, zie je daar.